Ja, als allereerst complimenten dat je zo snel na zo'n pijnlijke nederlaag, denk ik, toch ons te woord staat. Hoeveel pijn doet dit? Ja, is natuurlijk heel pijnlijk. Ik denk dat we echt een goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar dan sta je weer en heb je 3-1 verloren. En dat is natuurlijk heel hard. Was dat het verschil, die effectiviteit die Feyenoord in het eerste gedeelte van de eerste helft wel had en die jullie een beetje misten voor de goal? Ik denk die eerste goal maakt hij goed af. Daar zijn we niet echt scherp bij die mannen. Ja. En dan scoort hij goed met die hoofd. En ja, die andere beide goals, dat zijn penalty situaties. Weet ik niet of die tweede ook een penalty was. Dat heb ik nog niet gezien, maar mag ons niet gebeuren. Ik heb je nu heel eventjes gezien in een paar interviews. Je komt heel rustig over, maar in het veld zag ik je best wel een paar keer flink boos worden op die jongens. Ja, natuurlijk. Op de veld moet je ook af en toe maar luid worden en iets zeggen. En, maar ik denk toch dat het echt een goede wedstrijd was. En natuurlijk word je dan af en toe boos als iets niet zo lukt als je denkt of als je wil. Daarbij weet iedereen dat ik dat op de veld doe, maar ja, na die wedstrijd is na die wedstrijd. Ik zag van tevoren een poll op het Twitter van account van PSV. En de fans gaven aan dat 50% dacht dat jullie hier vandaag gingen verliezen. Hoe zit het vertrouwen bij jullie in de ploeg zelf? Wij willen hier winnen. Ja. Natuurlijk. Die afstemming heb ik niet gezien. Daar weet ik niks van. Nee. Maar iedereen was 100% daarvan overtuigd dat we hier kunnen winnen. Is het nog een beetje misschien een pleister op je wond dat je nu langzaam steeds meer gaat keepen bij PSV? Natuurlijk ga ik ook leven hier keepen en we winnen elke wedstrijd. Maar ja, zo lukt de voetbal niet. Af en toe heb je echt een moeilijke fase en daar zitten we nu in. En daar word je ook alleen beter van. Ik moet nog heel even vragen naar Van Bommel en zijn positie. Hij heeft jou wel die kans gegeven nu. Maakt dat het misschien extra moeilijk dat zijn positie een beetje wankel staat? Voor jou persoonlijk? Nee, ik denk dat hem positie niks met mijn positie maakt. Ik ben keeper en hij is die trainer. Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het, dat denk ik. Dankjewel.